Brutos. Het is nog steeds dinsdag, toch? Het is nog steeds dinsdag, ja. En ik had mezelf voorgenomen om me gewoon hier buiten te houden tussen jullie, al jullie gekkigheid. Ik heb vorig jaar zomer, of het was dit jaar zomer, voor mij dit jaar zomer, heb ik een filmpje gepost waar ik zag van dit gaat echt de verkeerde kant op. Toen had ik nog een baardje en zo. Toen zei ik van weet je wat, dit gaat echt de verkeerde kant op. De zwakke mensen hebben overgenomen en het is gewoon gekkigheid wat nu gaat gebeuren. En toen heb ik gezegd, ik ga underground, ik ga stoppen met al deze gekke dingen. Ik ga gewoon mezelf zijn, pap, ik ga een transformatie aan. Weet je, dat heb ik toen gedaan. Ik zit nog steeds in de transformatie met nog heel veel andere mensen. Ik wil gewoon eigenlijk heel direct zijn en ik wil gewoon heel direct zijn en mag ik ook heel direct zijn. En ik denk dat ik heel direct mag zijn, dus daarvoor ga ik ook heel direct zijn. Kijk, corona is real shit, het is een virus, mensen gaan echt dood eraan, dat is gewoon real shit, dat is geen grap. Maar gaan elke dag meer mensen dood aan honger dan mensen dood gaan aan corona, nog steeds hè. Er gaan meer mensen dood aan honger dan mensen elke dag dood gaan aan corona. Begrijp je? Als ik dat tegen iemand zeg, dan lijkt het lijkt niet binnen te komen bij die persoon, begrijp je? Als je daar echt over na gaat denken. Ja, maar weet je wat dat betekent, dat er meer mensen doodgaan dan aan honger? Daar wordt niks aan gedaan. Snap je dat? Er wordt daar niks aan gedaan. Dat mensen nu elke dag doodgaan aan honger, dan mensen doodgaan aan corona. En dat is geen mening, hè? Dit is gewoon een keiharde feit. En dan kan je wel zeggen van ja, nee. Dit is gewoon keiharde feit. Er gaan meer mensen dood aan honger elke dag dan mensen elke dag doodgaan aan corona. Fuck, wil je met mij in discussie gaan ofzo? Er staat wel nergens op. Dit is gewoon een keiharde feit. Er is toch nog steeds oorlog overal. Sommige plekken. Mensen die weten gewoon niet beter. Die zitten al gewoon misschien al even over generaties in oorlog. Ze weten niet. Zij worden gewoon letterlijk geboren in oorlog. Ik weet niet of mensen dat wel realiseren, weet je. Die mensen hebben geen flauw idee. En op een gegeven moment... Ik weet niet, man. Ik vind het gewoon gekke shit, man. Dat mensen ineens nu wel helemaal paranoïe worden, weet je. Dat corona hier zo dichtbij is gekomen. Maar toen het vorig jaar in China was of zo, gingen mensen allemaal van die memes maken, grappen maken en weet ik wat allemaal. Toen Michael Jackson met mondkapje liep, was hij ineens gek. Begrijp je? Nu zien we ook van, de media klopt niet. Begrijp je? Dus al die mensen die we al die jaren gewoon hebben gedacht van, die zijn gek, die blijken dus niet gek te zijn. Weet je, dus hetzelfde met Michael Jackson of R. Kelly of maakt niet uit wat. Fucken met jou, wil je met nog een discussie gaan ofzo, omdat je een paar dingen hebt gezien. Omdat je een paar dingen hebt gezien, dan denk je dat je de waarheid weet. Fucken met jou. Er gaan nog steeds meer mensen dood aan honger elke dag dan mensen doodgaan aan corona. Waarom zien we dat niet dan? En dan ga je die mensen geloven, terwijl we weten dat het ons is. Maar die dingen wil je wel gaan geloven, maar andere dingen weer niet. Het is gewoon helemaal messed up, snap je? Het is gewoon helemaal messed up. En kijk, wij zijn met z'n allen gewoon bezig om hier gewoon echt een oplossing voor te zoeken. Een oplossing. En daar draait het op een gegeven moment om. Een oplossing. Nou, kom met de oplossing, gaan mensen klagen. Gaan mensen... Luister dan, vriend. Ten eerste moet jij je smoothie houden. En als je iets gek zit, slaak je gelijk. Klaar, want jij disrespect mij gewoon keihard in mijn gezicht. Want je zegt, je roept dingen, maar je weet niet eens waarom je het zegt. Nee, maar dus jij zoekt eigenlijk ruzie. Klaar. En ik ben een ander soort gasten. Ik zit niet in die gekke systeem voor jullie van... Je mag niet slaan of wat dan ook. Ik kom heel ergens anders vandaan. Waar ik vandaan kom... Ik ga gewoon normaal praten en soms kan het een beetje kunnen de gemoederen hoog oplopen, zeggen ze toch altijd. Ja, en dan op een gegeven moment, of er is iemand, of er is een scheidsrechter die zegt van, laat maar even zitten. Weet je, of je gaat gewoon verder, zeg je, oké, kom en toe mee, kom vechten, klaar. Vecht je gewoon uit, klaar, dat is gewoon voorbij. En nu gaan mensen allemaal als bitches, gaan ze op social media, hebben ze 3 accounts. Ze kunnen zelf niet eens zijn, hè? Want als het met hun eigen account doet, dan worden ze op het matje geroepen door hun baas. Fucken met jou. En dan wil je met mij komen discussiëren, terwijl jij kan niet jezelf zijn. Maar alleen, vriend of vriendin, hou gewoon je mond dicht, man. En ga gewoon, weet je, word even wakker, man. Weet je, want ik heb geen zin in deze bullshit, begrijp je? Want ik kan mensen zo makkelijk, heel makkelijk, gewoon kapot maken met woorden, want ik ben de tokkelaar. Maar mensen snappen dat niet. Mensen denken van, ja, ik heb me gewoon heel lang ingehouden. Omdat ik heb steeds van, wat is met jullie aan de hand? Weet je, en jullie zijn helemaal gek geworden, weet je. En dan, toen ik op een gegeven moment begreep van, wacht even, zit het echt zo? Dus het zit zo. Dus ik probeer me gewoon, mijn hele leven gewoon, aan te passen aan jullie.
Dus ik ga mijn woorden veranderen. Ik ga anders leren praten. Ik ga me netjes kleden. Ik ga al dat soort dingen doen om geaccepteerd te worden in een bedrijf. Ik heb alles gedaan. Verzekeringen. Alles. Pensioenen. Alles. Hele mikmak heb ik gedaan. Timmerman. Kickboksen. Free fighter. Boksen. Ik heb een beetje van alles gedaan. Als ik dat vertel, denken mensen zo. Ja, hij loopt. Nee, ik heb gewoon heel veel gedaan. Omdat ik wil gewoon weten wat ik echt wil. En ik denk dat iedereen zo door het leven gaat. Dus ik ben al die tijd gewoon mezelf aan inhouden. En dit doen heel veel mensen. Heel veel mensen doen dit. Ik ben niet speciaal of zo. Dus heel veel mensen die houden zichzelf in. Die gaan dus allemaal nieuwe woordjes leren om met iemand te kunnen communiceren. En aan het eind van de rit. Wat gebeurt aan het eind van de rit? Zeg je bijvoorbeeld iets verkeerd. Of je zegt de of waar het moet. Of je zegt iets fout. Of je gebruikt een woord wat. Begrijp je? Dan is het gelijk van ja. Dan gaan ze proberen je te corrigeren. Fucken met jou. Je weet wat ik bedoel. Je weet wat ik bedoel. Waarom doe je zo lastig? In andere culturen heb je gewoon één woord betekent gewoon zoveel dingen. En je moet gewoon een beetje zelf logisch nadenken om te weten wat het betekent. Begrijp je? Dus die mensen eigenlijk met minder woorden zijn ze eigenlijk intelligenter dan mensen met heel veel woorden. Zo zie ik dat. Begrijp je wat ik bedoel? Want te gebruiken, want communicatie is niet alleen maar letters en woorden. Dat is ook natuurlijk intonatie en hoe je het zegt. Al dat soort dingen. Maar mensen snappen communicatie niet. Dus er wil iemand die geen communicatie snapt, die wil met mij gaan discussiëren. En luister, als je dat gaat doen, dan ben je gewoon fucked up. Dus eind van de rit, wij veranderen onszelf. Wij gaan dus heel iemand anders zijn om mensen zeg maar te helpen. Of tenminste met mensen te communiceren. Ja toch? Maar die mensen kunnen niet eens hunzelf zijn. Hè? Eind van de rit gaan die mensen dus naar comedianten kijken. Om eigenlijk te zeggen, om te lachen over iets wat ze eigenlijk dus, zeg maar, niet kunnen zeggen. Begrijp je wat ik bedoel? Dus dat gaan die mensen doen. Dus die mensen gaan dus letterlijk, omdat ze zelf niet kunnen zijn, dan gaan ze letterlijk naar comedianten kijken en lachen en shit over domme shit, wat ze eigenlijk wel willen doen. En diezelfde mensen die dan heel tof doen, dan als ze met hun vriendinnen zijn, mensen die ze echt vertrouwen, gaan ze hele kinderachtige dingen doen. En dan andere mensen bij zijn en ze gaan nee, dat kan je nog niet doen. Weet je, er zijn andere mensen bij. Hey, show er niet op, man. Ik heb dat nooit leuk gevonden en ik heb het ook heel lang gedaan, maar toen dacht ik bij mezelf van dat was gekke shit. Dus als een of andere, en dan zie ik dan bijvoorbeeld een real gast of zo. Die zie bijvoorbeeld dat één gast nep is, echt fucking nep. Maar omdat hij op tv is en iedereen vindt hem tof, dan vinden die gast tof, terwijl die gast is nep. Of die gast die is jouw fan. Nee man, ik had die shit ook laatst besproken met Blakka Pim. Sluipschutters, ik vind hem persoonlijk gewoon de gruwelijkste rapper van Nederland, klaar. Blakka Pim van Sluipschutters vind ik persoonlijk de gruwelijkste rapper van Nederland. Maar hij wordt zwaar onderschat. Weet je waarom? Ja, omdat hij is gewoon een gangster. En hij is gewoon rof, hij is gewoon echt een gangster. Hij kent Libby echt. Hij is echt, als ik zeg van, is een OG, mag ik een OG uitkiezen? Is hij gewoon mijn OG, hij is gewoon mijn voorbeeld, Blakka Pim. Zwarte Pim, Fortuin, Vinnie, ja, van Rotterdam, hij is mijn OG. Hij is gewoon een voorbeeld van mij. Klaar. Want hij, weet je, kijk, hij liep altijd ver op die dingen. Ook met sluipschutters, hij liep altijd ver op die dingen. Alleen ja, wij moeten ook bepaalde dingen leren. Hij moest ook bepaalde dingen leren en hij is niet die persoon als vroeger. Snap je, hij heeft ook heel veel dingen meegemaakt. Hij is een motherfucker geweest, inderdaad. Ik ben ook een motherfucker geweest en nog steeds ben ik een motherfucker. En hij misschien ook nog steeds. Maar ja, ik bedoel van, fucka. Deze man is zo vaak gebackstept, alles. Dus ja, ik vind hem gewoon tof, man. En als je gewoon kijkt, zeg maar, naar... Ik ga niet te veel zeggen, joh. Dat slaat nergens op. Begrijp je, bedoel, dan word ik weer emotioneel en shit, snap je? Het is gewoon pure emotionele shit. Het is gewoon pure frustratie. Oh, weet je wat ik denk bij mezelf van? Damn. Kijk, wij zijn bezig met een paar dingen, weet je. En weet je nog, toen Facebook in het begin kwam... Toen zei Mark Zuckerberg, die zei toen had hij waarschijnlijk een paar homies gebeld. En die homies die zeiden van, wat is er nou weer, Mark? Je hebt zoveel ideeën, wat is er nou weer? Nou, weet je, Mark zegt op een gegeven moment, hey, luister dan, ik ga iets beginnen, jongen, Facebook, of weet ik veel wat voor ideeën hij had. Hij zei, maar ik ga iets beginnen, maar hij had een visie. Ik ga iets beginnen, het ding wordt wel groot. Weet je dat gasten gewoon hebben gezegd tegen hem, ben je gek of zo, joh. Weer die bullshit, kom weer met die nonsens. En een paar slimme dikkers, die hebben toen gejoind. Hoe denk je hoe die mensen zich nu voelen die niet hebben gejoind in Facebook? Qua financieel. Die bedrijf, weet je, een miljard is 1000 miljoen. Weet je, en Mark heeft er meer van.
Die mensen die gaan hem waarschijnlijk haten. Net als bijvoorbeeld met propster Dennis Silverton. Waarschijnlijk mensen die haten hem ook gewoon. Terwijl hij zei tegen om die mensen, hey, kom we gaan. En zo gaan die dingen altijd. Kijk, wij zijn bezig. Wij gaan. En je kan gewoon kiezen. Of je kijkt en je staat van, oké, dit was, weet je, op de coronatijd. Toen mensen aan het slapen waren. Weet je, toen gingen deze gasten, die gingen gewoon ervoor. Die gingen echt mensen helpen. Die kwamen echt met een plan. Die kwamen echt met een plan, klaar. Die geen bullshit, gewoon geen zakkenvullerij. Die kwamen echt met een plan. Toen hebben wij niks gedaan. Wij zaten te kijken. Weet je hoe jouw kinderen naar jou gaan kijken? Jouw kinderen gaan naar jou kijken van, que pasa, chi? Que pasa, chi? En we komen altijd in your face, in your face. Joe.